Dag allemaal lieve mensen. Leuk dat jullie kijken. Tenminste, de aanleiding is misschien wat minder, want ik wou het met jullie hebben over cholesteatoom. En ja, waarom over cholesteatoom? Ik heb dit zelf aan één oor. Ik ben aan geopereerd. Is inmiddels. Dat was hem. Even kijken, 12 jaar geleden alweer. En de aanleiding voor dit praatje is. Dat ik. Wat ik deze zomer heb meegemaakt. Wat op zich heel interessant is, lijkt mij om te delen. Niet zozeer dat je, als je cholesteatoom hebt, dat je het zo even zelf oplost, dat niet. Maar als je het eenmaal hebt en je bent eraan geopereerd en je krijgt weer klachten, dan heb je hier zeker wel iets aan, lijkt mij. Heel snel voor de mensen die niet weten wat cholesteatoom is, ook al is deze video voor mensen die het wel weten. Het is in feite een binnenoor ontsteking waarbij het pus zich ophoopt achter het trommelvlies en de gehoorbeentjes doet verdwijnen. Waarbij ik heb dus een radiaal holte. Dan leggen ze je oor, klappen ze weg en dan ruimen ze de ontsteking op. En in mijn geval hebben ze een reconstructie van de gehoorbotjes gemaakt met een stukje van mijn eigen schedel. Dit omdat in het geval van een prothese van titanium loop je het gevaar dat het door het lichaam wordt afgestoten. En ik moet zeggen, ik ben op zich over het resultaat ben ik wel te spreken. Ik heb nog meer dan de helft aan gehoor over aan die kant. Dus, maar goed. Wat is het wat ik deze zomer heb meegemaakt, wat ik met jullie wil delen? Ik ben, zoals je misschien al, ik heb ook andere filmpjes over psoriasis en zo, en ik ben heel erg, de laatste jaren heel erg bezig met mijn dieet. Daardoor kom ik toch steeds meer te weten, lijkt wel, over hoe het lichaam werkt. En ja, laatst ook een filmpje gemaakt over migraine. Er is mijn dieet ook heel erg bij geholpen. En deze zomer toch ook weer een openbaring, moet ik toch zeggen, aangaande cholesteatoom. Ik eet voornamelijk plantgebaseerd. Heel weinig vlees. Heel weinig zuivel. Nou, zelfs dus ook geen brood meer vanwege de migraine. Ook vanwege psoriasis hoor. Maar nou heb ik van de zomer bij wijze van experiment ben ik 2 weken lang rauwe melk gaan drinken. En
ongeveer een halve liter tot een liter per dag. Als experiment, omdat ik de effecten op het lymfesysteem wil onderzoeken. En omdat het schijnt dat rauwe melk het residu, het stofwisselingsresidu in de cel daarvan zou niet zuur zijn, dus alkalisch. En dat komt weer omdat als je melk verhit, pasteuriseert, dan gaan de eiwitten samenklonten, waardoor het residu wel zuur zou zijn, waardoor je in de problemen kan komen lichamelijk. Dus ik had zoiets van, oké, nou, laten we het gaan proberen, rauwe melk, kijken wat het doet. Maar ja, melk blijft toch melk helaas. Het blijft, in het Engels noemen ze het mucus, het blijft toch veel mucus veroorzaken, meuk. Ja, meuk klinkt zo ordinair, maar ja, ik weet het al, ik heb even geen ander woord. Ja, de mucoid, ze hebben het vaak over de mucoid membrane in je maag en over, en, nou ja, elke cel heeft dat. Zie psoriasis deel 1, dat filmpje van mij, waar ik nu niet te veel op ingaan. Dus melk, of het nou rauw is of niet, het laat gewoon veel slijm achter. Dat hebben we allemaal ervaren, denk ik, als we wat drinken en wat ophoesten. Dus ik heb dat gedaan, ik heb 2 weken lang melk gedronken. En ja, ik voelde de druk opbouwen in mijn hoofd. Ik kreeg hoofdpijn. Niet zoals de cluster migraine, maar gewoon hoofdpijn. Ja. Dus ik voelde al snel dat ik moest stoppen. Nou, op een gegeven moment, leuk met de familie, gingen we naar Langeveld de Slag, naar de zweefvliegtuigen. Mijn moeder en mijn broer die hadden een ticket, die gingen in de zweefvliegtuigen. Het was een hele warme dag. We zaten in de auto, airconditioning aan. We komen daar aan, we stappen uit, we staan daar op het veld. En de zeewind staat vol op mijn oor. En op een of andere manier, omdat ik van die koude omgeving en de auto bam in de warme omgeving kwam. Ja, dan komt de lymfe ook op gang. Door de warm-koud, koud-warm schok. En er kwam verdorie een hele grote prop, witte, tallig, pusachtig, kwam uit mijn oor zetten. Ik had zoiets van, joh, wat is dit nou? En sindsdien was dat oor, was ook aan het stinken. Ook als de wind erop stond, dan kon ik het zelf in mijn neus ruiken. Dat was helemaal niet prettig, want het deed me ook denken aan de tijd dat ik die oorontsteking had 12 jaar geleden, waardoor ik onder het mes moest. Het was dezelfde gewaarwording qua ontsteking van het oor. Alleen het verschil met toen was dat ik toen nog een trommelvlies had, waardoor het er niet uit kon. En nu ik die radiaalholte heb, heb ik een half trommelvlies, waardoor het er gewoon uit kan. Daarom zei ik aan het begin ook al van, je zal er niet zo snel zozeer je ontsteking mee oplossen. En in de afgelopen maanden bleef dat oor maar ontsteken. En af en toe
ook een keer na een wandeling, hè, wandelen brengt ook je lymfe goed op gang. Zat ik hier op deze plek achter de computer en kwam er weer een prop uit. En dat is een paar keer gebeurd, ook tijdens het slapen, dat er een prop uitkwam. Tot een week geleden. Het werd minder en minder en minder. En op een gegeven moment, één dag lang, kwam er bloed uit. Uit mijn oor. Ja, dan schrik je natuurlijk en dan zou je het liefst naar de KNO-arts willen gaan, maar ja. Ik ben van mening dat al die problemen die ik heb juist ontstaan zijn door, ja, noem het naïviteit van de dokter. Oh, de screensaver gaat aan. Mijn amandelen zijn als kind zijn geknipt. Ja, je amandelen zijn juist een soort overstortklep voor je lymf. Dus ik vind het ook niet raar dat het bij mij in mijn hoofd ophoopt. Want ja, normaal zouden die amandelen dat via je keel moeten uitscheiden. En als dat niet gebeurt, ja, dan houdt het zich op in je hoofd. En vervolgens hebben ze me heel veel antibiotica gegeven. Drie keer toe in de hoop die oorontsteking op te lossen. Maar dat hielp natuurlijk niks. Maar goed. Je raakt van de regen in de drup. Even terug naar, als ik al zei, een week geleden was het oor wel zo'n beetje geleegd. Alle talg en pus was er wel zo'n beetje uitgekomen. En het heeft één dag gebloed. En nu is het klaar al sinds die tijd. Het stinkt niet meer. Er komt niks meer uit, ook geen vocht meer. En het is allemaal begonnen deze zomer dat ik die rauwe melk ben gaan drinken. En ik heb een behoorlijk streng dieet en ik durf echt te zeggen dat het enige was wat ik veranderd had. En daardoor durf ik ook te zeggen dat het daarop terug te leiden is. Dus, ja, dat is mijn boodschap voor mensen met cholesteatoom. Die dan toch weer klachten krijgen. Ik zou zeggen, stop met zuivel. En ja, het duurt wel een paar maanden. Want het is inmiddels november. Het duurt dus al een paar maanden voordat het oor zich heeft gedetoxed, zou ik maar zeggen. Dus verwacht geen instant wonderen. Maar ja, voor mij is het wel duidelijk dat verband wat het heeft aangetoond. En ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Bedankt voor het kijken. Ja, en wie weet, tot een volgende video. Doei.